Ze kijken echt meteen naar je lach of als je praat. Het vangt echt meteen blikken. En dan zegt iedereen eigenlijk van, hé, wat heb je daar nou? Het is zo gaaf, ontzettend cool. Dus reacties zijn allemaal heel erg leuk. Even lachen. Yo, I'll tell you what I want, what I really, really want. Don't tell me what you want, what you really, really want. I'll tell you what I want, what I really, really want. Don't tell me what you want, what you really, really want. I wanna really, really, really wanna zig zig. If you run that... Er lijkt een grote toename in populariteit als het gaat om tooth gems, ofwel tandjuwelen. Een trend kunnen we het niet noemen, want het versieren van je tanden gaat al terug naar de tijd van de Maya-cultuur. Ook Eliza werd onlangs verliefd op de glimmende tandsteentjes, begon met zetten en kon door de groeiende vraag in Rotterdam al snel verhuizen naar een eigen locatie. Nou, ik had dus een tussenjaar genomen van school, omdat ik wist dat ik weer in een coronajaar zou komen. En ik zocht iets wat een beetje in het creatieve designen, ik kwam van de kunstacademie. Ik zocht iets wat daar een beetje in het straatje paste. En ik kwam dit tegen op Pinterest en ik dacht, ik wil dit. Maar ik denk dat andere mensen dit ook willen. Ik heb dan dagen op internet gezeten om ervoor te zorgen dat ik moest en zal weten hoe dat zou moeten. En ik wilde er gewoon goed in worden. Bij mezelf gezet, toen was ik helemaal verliefd. En ja, sindsdien eigenlijk zijn we gewoon verder gegaan. Zo. Ja? En bliksem. Deze zo. Ja, en waarom wil je tooth gems? Ik heb het voorbij zien komen op Instagram in oktober, november. Toen heb ik Eliza ook op Instagram gevonden. En ik vind het gewoon net iets meer een extra touch op je gezicht. Eigenlijk een beetje alsof je sieraden draagt. En ik had ze laatst af laten halen om weer een nieuwe set te doen. Maar toen voelde ik me ontzettend kaal. Dus ik ben blij dat ik nu weer een nieuwe set op mijn tanden heb laten zetten. Een accessoire voor je gezicht dus. Maar hoe zit het vast aan je tand? En wat als je het inslikt? Het is eigenlijk dezelfde procedure als hoe je naar de tandarts gaat en hoe dit bij de tandarts of bij de orthodontist wordt gedaan. Orthodontist moet je denken aan een beugel. Dus het is eigenlijk volledig veilig. Ja, en als je een steentje inslikt? Dat is totaal geen probleem. Heel veel mensen hebben deze vraag. Dat is echt helemaal niet erg. Ik werk met steentjes waar geen lood in zit en ook niet giftig zijn. Dus mocht je dit inslikken, dan gaat het eigenlijk op de natuurlijke manier er weer uit. Via de achterkant. Ja, zeker weten. Ik wil eigenlijk tooth gems normaliseren. Dat iedereen zichzelf kan uiten op een nieuwe manier. Dat iedereen zich goed erbij voelt. En dat iedereen eigenlijk een nieuwe manier heeft om zichzelf te laten zien. En een soort nieuwe accessoire. Dat het genormaliseerd wordt.